Goedemiddag allemaal. Wij zijn nu in Oud-Everlee bij de mijn Sheridan in Meerdal met Paul Vlemings, de eigenaar. We zitten eigenlijk aan de grens met het Meerdalwoud en daar zijn er wijnstokken met wijn. Paul Vlemings, goedemiddag. Meneer Vlemings, kunt u ons uitleggen hoe u eigenlijk met dit wijndomein bent begonnen? Ja, dat is al een beetje geleden dat wij gestart zijn. Hè. Dus in 1994 hebben we de eerste stokken in de grond gestoken, dat is inmiddels 20 jaar geleden. En zo is het stilletjes aangegroeid. We hebben eerst gestart met een 20.000 stokken. Mm-hmm. En dan hebben we gewacht voor dat zien dat het ging gaan. En dan hebben we beginnen bij te planten in 98, 99, 2000. Dat doet ook nu ongeveer een oppervlakte van 8 hectare een goede 60.000 stokken. Het was bijzonder geducht. In België waren er een paar pioniers hier in de provincie Brabant. Of Wals-Brabant, Vlaams-Brabant, maar niet zoveel. Nee, we zijn eigenlijk van de nieuwe serie die terug begonnen is. Gaat er een deel die in de jaren 70 begonnen zijn. Daar schiet niet veel meer van over en dan eigenlijk zijn wij dan terug begonnen in 1994. Ja, dus, Was dat moeilijk in het begin? Een grote investering zeker? Ja, je begint er altijd mee aan van we zullen dat al een keer kopen en dat, maar je maakt geen toekomstplannen omdat je niet goed weet in welke richting dat je moet werken. En dan, dan hebben we gewacht en zien dan toch gezien dat we toch wel wat kunnen successen boeken hebben en daardoor hebben we dan de zaak, de schaalvergroting gedaan, dat we dus aan 8 hectare zitten. Dus nu 8 hectare, welke wijn produceert u? Wij maken hier alleen de mousserende wijn, een wijn gemaakt op dezelfde manier zoals dat champagne gemaakt wordt. Hè, dus op basis van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier? Ja, het is een hoofdzak Chardonnay, dus een blad dat we hier maken. Ja. We hebben een klein beetje Pinot Noir en Pinot Meunier staan, maar daar dat wordt gebruikt voor de rosé van te maken, een rosé versie. En wat is de grond dat u hier hebt eigenlijk? Is dat een grond dat geschikt is voor de wijnbouw en specifiek voor de mousserende wijnen? Ja, wij denken dat wel. Het is het is niet echt een rijke grond, maar het is wel een goed doorlaatbare grond. Het is een leem, zandleem. Maar hier op enkele meters zit dus een kalkrijke laag. En dat is natuurlijk heel goed voor wijngaarden. Dus u doet witte schuimwijn, maar ook rosé? Klein beetje rosé schuimwijn. Hè. Dus, maar ik zeg het, dat is verkocht van voor het gemaakt is. Hè. Dat is een niche product waarschijnlijk, waar heel veel vraag achter is. En is de cliënteel meestal een Belgische cliënteel? Wordt dat binnen de regio verkocht? Ja, het grootste deel wordt eigenlijk in en rond de kerk verkocht hier. Ja, maar we zitten eigenlijk onder de kloktoren. Ja. Maar we gaan eigenlijk heel Vlaanderen en dan een klein beetje in de Wallonië. Ja. De laatste vraag misschien. Als de mensen uit onze streken, uit Brussel, Waals en Vlaams-Brabant naar u willen komen, is dat mogelijk? Dat kan, hier kunnen zeker komen, dat is altijd op afspraak. Ja. Altijd eerst een seintje geven. Bellen. Op welk nummer? Ja, het gemakkelijkste is het nummer van de zaak zelf. Dat is 016 47 10 22. Ofwel mijn gsm, dat is een portabele. Dat is 04 75 96 44 12. En dat kan ook de gelegenheid zijn voor een klein dagje uitstap hier in de omgeving, ook met de zoete waters en de stad Leuven. Voilà, het is een heel mooie streek hier, echt voor te wandelen, met het Meerdalwoud hier, het Everlee Bos. En we zitten dan tegen Leuven, dus de mooie studentenstad. Ja, dus op 5 kilometer van Leuven, 10 kilometer van Waver, eigenlijk in een driehoekje met Brussel ook. Inderdaad, ja. Brussel is niet zo ver van hier, een goeie Brusselstad, als we dat hard nemen van Brusselstad, en hier dat is ongeveer 30 kilometer. Dankjewel, meneer Vlemings. Ja, dankjewel.